Ik heb zoveel liefde en passie erin gestopt en er is superveel aanbod op het gebied van kindermerken, kinderkarakters. Dus voor mij was het van essentieel belang dat je vanaf de start het merk beschermt, zodat je in de toekomst grote stappen kan zetten en je ook geen zorgen meer hoeft te maken. Ik ben Lieselot en ze noemen mij ook wel de moeder van Koos. En Koos is eigenlijk de nieuwe kinderheld van Nederland die jonge kinderen iets wil vertellen over de aarde, de dieren, de natuur en waarom we daar goed voor moeten zorgen. Koos is een dappere koala uit Australië en hij verliest zijn huis vanwege ontbossing. En dat is voor hem zijn levensbelangrijke avontuur. Wat je leest in het prentenboek Koos zoekt een huis, daar is het allemaal bij begonnen. Maar inmiddels hebben we ook een serie en een theatershow Koos en Moos. Ik eet alleen maar eucalyptusblaadjes. En het aardewijs lesprogramma voor de basisschool. Zoals Koos de bossen en de aarde beschermt, wilde ik Koos beschermen. Dus vanaf moment 1 dat ik ben gestart met de ontwikkeling van het karakter, wilde ik het goed laten vastleggen in de Benelux. Zowel het beeldmerk als de naam Koos de Koala. De merkregistratie was zo gedaan. En nu op langere termijn geeft het een heel veilig gevoel, zodat ik er ook niet meer over na hoef te denken. Ik hoop dat Koos de kinderheld mag worden van alle kinderen in Nederland en ook daarbuiten. Dus daarom heb ik het merk ook vast laten leggen in Europa, zodat Koos bevriend kan raken met alle kindjes en ze daarmee inspireert om goed voor de aarde te zorgen.